Een museumbezoek mag geen saaie schoolactiviteit zijn. Dat vinden ze toch in het Jacob Smits Museum in Molsluis. Gewapend met een tablet leren de kinderen er voortaan over de Nederlandse schilder die een groot deel van zijn leven in de Kempen doorbracht. Een digitaal ontdekkingsspel met 12 opdrachten loodst de kinderen langs de kunstwerken. Blijf op deze verdieping, zoek dit kleine stukje in een schilderij. Druk op het pijltje en scan vervolgens de code. Ik heb het, Michael. Is dat daar niet die kruis? Een detail uit een schilderij herkennen, een kunstwerk op de tablet opnieuw inkleuren, een puzzel oplossen of de verschillen tussen twee schilderijen aanduiden. Het zijn allemaal opdrachten om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met kunst. Ze moeten vooral heel goed leren kijken naar de schilderijen en op details letten. Dus ze begint al bij het zoeken naar het schilderij en dan bij de opdrachtjes zitten er ook een aantal dingen in dat ze goed moeten leren kijken naar ja, hoe is dat opgebouwd, details een beetje opletten, iets wat ze anders over het hoofd zien. De nieuwe aanpak valt bij de kinderen in de smaak, want ze mogen vrij rondlopen in het museum en moeten geen ellenlange antwoorden meer neerpennen. Een groot verschil met vroeger. Moesten wij schrijven en naar opdrachten gaan en dan stond dat niet welke verdieping, moest jij gewoon dat schilderij zoeken, maar dan gewoon op papier, niet meer zo van al die kleuren en al. En dan moest ik mijn balpen alles invullen. En deze vond ik toch veel leuker. De aandacht gaat gelukkig niet alleen naar de tablet, want na het spel is duidelijk dat de kinderen hun ogen goed de kost hebben gegeven en veel hebben opgestoken. Heel mooi, ik verschiet ervan. Dat hij meestal heel donkere kleuren gebruikte. En ook vaak zo dingen met meerdere personen en zo tekenen, al ja, schilderen. Het ontdekkingsspel is bedoeld voor kinderen van 9 tot 11 jaar.